Nou, wij hebben eigenlijk samen met de centrummanager Miranda hebben we voor de eerste keer een groenfestival georganiseerd. Dat is ook als aftrap voor het vergeten plantseizoen, vergeten tuinseizoen. Die begint op 1 oktober, dat is vandaag. We hebben dus een groenfestival samen met allemaal lokale groene initiatieven en partners uit de gemeente Beuningen. Die hier staan met hun kraampje of een lezing geven of een aantal workshops uitvoeren. We hebben de tent voor 2 dagen en we hebben gisteren dus de modeshow gehad. En we hadden zoiets van, is natuurlijk wel leuk als je op de zondag ook nog een event hebt. De gemeente stimuleert heel erg het groen. Dus straks geeft de gemeente ook een lezing over hoe je een biodivers park aanlegt. En hoe je dat ook met bewoners samen kan onderhouden. En dat probeer ik in het centrum hier ook. Heel veel groen te doen. Zo van, dan loopt het water allemaal beter weg. En dat willen we allemaal heel graag. Het Groenfestival is niet alleen maar bedoeld voor mensen met een tuin of balkon. Er is namelijk ook genoeg te doen voor de kinderen. Verder is het belangrijk om meer aandacht aan het klimaat te geven. Ja, en deze dag mogen we natuurlijk niet missen, want wij zijn een groenclub. Dus wij zijn hier, denk ik, erg op ons plaats. Want we onderhouden het landschap en dat doen we niet voor een paar jaar, maar dat doen we om het landschap zoals dat zich in Beuningen door de eeuwen heen heeft gevormd, in stand te houden. Je merkt natuurlijk dat het klimaat heel erg verandert. Hè? We hebben steeds meer te maken met hitte. We zitten nu in oktober en de zon schijnt. Het is 25 graden, terwijl je eigenlijk al wel een beetje herfst zou verwachten. Maar je merkt ook dat je steeds meer te maken krijgt met hoosbuien. Dus het regenwater blijft langer liggen. Dus er moeten dingen gedaan worden om met dat klimaat om te gaan. Ik vind nu al dat er heel veel aanloop is. En dat mensen ook geïnspireerd naar huis gaan en aan de slag gaan met het aanleggen van een groene tuin. Ik denk dat dat de boodschap is van vandaag. We gaan volgend jaar denk ik zeker weer doen. Als je al ziet hoe de opkomst nou is voor de eerste keer, denk ik dat we het volgend jaar zeker doen. Maar dan kunnen we het nog groter uitpakken, want we zijn ook van met planten verkopen en weet ik wat allemaal.